Stel scherp. Ja, dus als eerst wou ik zeggen is, gisteren is er dus een nieuwe vlog online gekomen. Als je de vlog niet hebt gezien, zet deze video op stop. En kijk de andere video. Het linkje van de video komt hieronder in de beschrijving, dus dan kunnen jullie de video zien. En ik heb dus gisteren weer gevlogd met mijn camera, want ik vlogde het eerst met mijn mobiel, mijn Samsung. Dus ja. En eigenlijk was ik niet eens tevreden met de kwaliteit en ook niet tevreden met de app waar ik op ging bewerken. En mijn telefoon zat altijd vol en daarom heb ik echt veel dingen gewist. En ik dacht van nee, 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 nee. Toen heb ik dus mijn bewerkingsprogramma op mijn computer gebruikt, want mijn computer was opeens ook gewoon stuk of zo. Er was een virus op en ik dacht, hè? En toen heb ik het gewoon helemaal gereset en toen kon ik weer mijn computer gebruiken. Ja, mijn laptop dan. En ja, voordat ik verder ga praten is, ik wil een SO naar iemand doen. En ik hoop dat diegene mijn video's gaat kijken, ik denk het wel. Diegene heet Jera. Ik weet je echte naam niet. Ik denk dat je echte naam, hoe heet je? Jar. Ik weet het hoor, maar ik kan het niet uitspreken. Jerenio. Dat was het niet. Het was wel iets met de J. Maar ik weet het niet. Sorry dat ik je naam kan uitspreken. Maar ik weet zijn bijnaam wel. Dat is volgens mij Jera. En Jera maakt dus vlogs. En hij is een DJ. Want ik had een DJ nodig voor mijn verjaardag. Dus toen had mijn nicht iemand gevonden. Blablabla. Toen hebben we contact met elkaar opgenomen. En hij stond nu. Gingen we appen, gingen we praten en toen ben ik erachter gekomen dat hij een YouTube kanaal heeft. Heb ik hem verteld, oh ik heb ook een YouTube kanaal, bla bla, en toen deed dat. En toen had ik dus een foto geplaatst, even kijken, ga ik even terug naar het gesprek. Ja, ik had dus een foto geplaatst van mijn camera, bij die WhatsApp status zo, net als wat hetzelfde is als Snapchat. En toen zei ik, zal ik weer gaan vloggen met mijn camera als jullie me niet geloven. Ja. De belichting. Kijk hier. Ik zei, zal ik weer gaan vloggen met mijn camera. Kijk, I'm pretty. Dus, en toen zei van, we hebben dus al de camera, bla bla bla. Toen zei, hoe heet je YouTube kanaal ook alweer? Gingen dus naar mijn video kijken. Deze de Primark vlog. Als je die ook niet, nee grapje. Die heb ik, ja. En toen, wacht, hè? Ja, ik zei, wil je iets zeggen in mijn vlog? Want ik was dus toen bezig aan het vloggen. Toen zei SO naar Joya. Kijk, zie je het? SO naar mij. SO naar mezelf. Ook SO naar jou. En op dat moment was ik ook aan het vloggen. Maar ik heb die vlog nooit online gezet. Dus daarom ben je nog niet in mijn vlog gekomen. Dus SO naar jou. Echt waar, hij zit volgens mij nu op de 51 of 52 abonnees. En hij had me dus een screenshot gestuurd met dit. Voor als je het even wil lezen, als je het zelf wil lezen, want ik kan niet lezen. Dan zet je deze video even op pauze en dan lees je dit. Ja, dus hij gaat zijn YouTube kanaal veranderen. Hij heeft zijn YouTube kanaal, zijn naam ook veranderd naar Jera. Eerst was het Jera Vlogs, maar nu heeft hij het veranderd naar Jera. En bij de 100 abonnees gaat hij ook pranks doen. Dus blijf zeker abonneren op zijn kanaal. En zijn linkje van zijn... Ik wou zeggen, zijn linkje van zijn beschrijving komt hieronder. Zijn linkje van zijn kanaal komt hieronder. En stay tuned, want er komen leuke video's aan. Maar ik praat alweer te veel. Dus we gaan volgen verder. Dus dat wou ik ook nog even zeggen. Gewoon even tussendoor. Want ik zei dat hij in mijn vlog kwam. En we gaan gewoon verder. Met het tweede wat ik tegen jullie wil zeggen is, ik heb vaste uploaddagen. De uploaddagen worden op een woensdag en een zondag twee keer in de week. Dus ja, twee keer in de week ga ik uploaden. Ik ga vanaf woensdag 17 november, wat is met mij aan de hand? Woensdag 17 mei ga ik beginnen tot en met zondag. Hè, wat tot en met zondag? Ik praat echt door de war. Even kijken, zondag. 21 mei. Dus woensdag 17 mei komt er dus een video online. En zondag 21 mei komt er ook een video online. Ik heb gekozen voor die twee dagen. Omdat ik gewoon vaste dagen wou hebben. Want ik zou het ook niet fijn vinden als ik op iPad geabonneerd was. En diegene upload gewoon random. Heeft geen dagen waarop diegene dus zou zijn video's online zou zetten. Want
Ik kon zeg maar niet op een andere dag, woensdag en zondag dacht ik gelijk aan. Omdat ik heb maandag school, dinsdag, woensdag, donderdag heb ik stage en vrijdag heb ik ook school. En dan is het, vond ik vrijdag en zondag weer te dichtbij op elkaar. Want maandag heb ik ook school, kan ik ook een video uploaden. Maar, en dan vond ik maandag en zondag voelde ik weer te dicht op elkaar. En ik dacht eigenlijk gewoon gelijk aan woensdag. Dus daarom heb ik woensdag gekozen. En ik zei nog in ooit in een van mijn vlogs, volgens mij Sunday Live with Joya, zei ik dus dat ik zondag elke dag, elke zondag een video ging posten of een vlog. En dat heb ik ook niet gedaan, dus daarom heb ik zondag gekozen. Dat vond ik wel mooi. Ik heb expres voor 17 mei gekozen en voor 21 mei om dan pas te beginnen is omdat ik naar Disneyland Parijs ga. Ik ga vrijdag, hoeveel is het vrijdag? Ik weet al die datum niet uit mijn hoofd hoor. Vrijdag 12 mei ga ik naar Disneyland Parijs. Ik zou al langer gaan, maar nu is alles in orde. De tickets hebben we ook besteld. Echt alles. Dus ik ga zo... Vrijdag 12 mei ga ik dus naar Disneyland Parijs. En ik ga natuurlijk ook voor jullie vloggen wat ik ook echt leuk vind. Ik ben super benieuwd hoe het daar eruit ziet, hoe groot het is. Hoe het eten smaakt. Ja, misschien smaakt het eten anders dan in Nederland. Je weet het maar nooit. Ik ben dus super benieuwd. En ik ga dus ook vloggen. Maar ik had er dus een beetje... Ja, dan denk ik van, daar ben ik moe van de reis. Want we gaan vrijdag in de avond hier weg. Dus 12:30 bijvoorbeeld. Dan kom ik daar in de ochtend aan. En we moeten trouwens wel op Holendrecht opstappen. Dus dat is niet ver. En dan zaterdag kom je daar in de ochtend. En dan zondag... Nee, zaterdagavond ga je dan weer naar huis. En dan kom je zondagochtend weer hier in Nederland. En toen dacht ik van, dan ben ik vast moe. En dan dit, dat. Dus daarom ga ik dan... Dan komt die vlog woensdag online. En dan komt zondag een andere video online bijvoorbeeld. Dus dat had ik dus in mijn hoofd om te doen. En ja, dat wil ik even uitleggen in deze video. Ik wou het niet in een vlog doen, omdat het dan allemaal zo rommelig werd. Dus ik wil even gewoon een extra video voor jullie maken. Deze video komt wel vandaag 9 mei online. Dinsdag 9 mei. Komt deze video wel gewoon online. Komt niet op een woensdag, dus raak niet in de war. En ik hoop echt dat jullie mij hebben kunnen volgen. Omdat ik echt... Mijn moeder zegt altijd, je praat heel erg snel. Moet je de sneltrein halen of zo? Ik praat gewoon zo. Dus ik hoop dat jullie mij hebben kunnen volgen. En ja, dit was dan weer de einde van de video. Vergeet niet een blauw duimpje achter te laten. Hieronder op de rode knop. Abonneren, wat was dat? Abonneren. Bij de 100 abonnees doe ik de Spicy Remy Noodles Challenge. Als je niet weet wat het is, zoek het even op YouTube. Kijk in de beschrijving. Hoe je het moet spellen. Dus ja, dan zie ik jullie bij de volgende video. Want ja, ik ben 4 keer duurder. Nee, grapje. Ik zie jullie dus bij de volgende video. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te liken. En dan zie ik jullie bij een andere video. En vergeet ook niet te abonneren op Jera. En ik zie jullie bij de andere video. Weet je hoe vaak ik dit heb gezegd? En nu ga ik echt weg. Doei!